Er is afgelopen 10 jaar een verdubbeling van het aantal mensen wat voor depressie in behandeling is. Verdubbeling van de hoeveelheid antidepressiva. We hebben nu 900.000 man aan de antidepressiva in Nederland. Ik krijg dagelijks mensen met klachten waar een depressie of een depressieve stemming achter kan zitten. Dagelijks? Ja. Het wordt niet beter. We zeggen, de cijfers nemen alleen maar toe. Het is niet zo dat we het probleem nu in de hand hebben. De aarde viel als het ware in 1 keer onder mijn voeten weg. En ja, dus toen werd ik ook in no time heel, heel erg depressief. Als ik dood zou zijn, dat zou een opluchting zijn voor mezelf. In vergelijking met zo'n gevoel van depressie. Ik denk dat depressie wereldwijd een groot probleem is. En dus ook in Nederland. Lage opgeleide mensen. Mensen met weinig geld. Vrouwen. De lente en de zomer en alles komt en gaat, maar ja. Ik denk dat heel veel mensen niet beseffen hoe hels de pijn kan zijn als je op het dieptepunt van een depressie zit. Je zou eigenlijk zeggen dat er een nieuwe welvaartsziekte is gekomen. Maar er is ook die obsessie met geluk. Tegenslag halen wij weg. En als het komt, weten we eigenlijk niet meer hoe we daarmee om moeten gaan. Hoe kan je nou zo in een depressie raken terwijl we het zo goed hebben? Ja. Hoe zit het nou eigenlijk? Hoe deden we dat dan vroeger? Was iedereen depressief? Had toen 1 miljoen depressieven? Hè? Of in ieder geval, dat is 8% van de bevolking? Dacht het niet. Het is zo'n modewoord geworden, de depri, oh die is depri. En dan denk ik, weet je eigenlijk wel wat het inhoudt? Dit zijn onze therapiekasten. Dit zijn de best lopende tijdschriften momenteel. Allerlei dingen worden depressie genoemd. Hier de amitriptyline. Hier ligt de citalopram. Nou, bij de online therapeut kan je terecht voor zowel video Skype therapie als voor mailtherapie. Je gaat toch niet meer zo voor lul staan voor daar een of andere jong pikje die gaat beslissen over jouw toekomst? Nou, hier is je recept. Dit slik je allemaal op een dag. Nou, als je ziet dat er 800.000 mensen antidepressiva gebruiken, ik denk dat dat terug kan naar 200.000. Volhouden, volhouden, volhouden. Volhouden, volhouden. Ik vind het heel moeilijk om van een depressieve man te houden, ja. Ja, ja Baudet, nou moet je een keer opzouten met die depressie. Dat was toen en dat is klaar. En we gaan daar niet eindeloos over door blijven zagen. Foto's van weleer te zien? Nou, het valt me op, als ik nu naar die foto's kijk en ze zoek, dat eigenlijk 2010 er eigenlijk niet meer van dat soort gezellige foto's zijn. Nee, klopt. Volgens mij bent u wel van de feesten en partijen, of niet? Ik hou van gezelligheid. Wij houden van gezelligheid. Ja. Want ik vind het leuk om mensen uit te nodigen en lekker te barbecuen. En als mensen het naar vrienden kennen, ze het naar hun zin hebben, dan geniet ik daar echt in volle teugen van. En merkt u dat mensen anders tegen u aankijken nu u ontslagen bent? Ze hebben het er wel over, maar het is niet zo dat ze me anders plaatsen. Speelde dat bij u ook nog mee, dat u bang was dat mensen anders tegen u aan zouden gaan kijken nu u niet meer die succesvolle accountmanager bent? Nou, dan komt wel een stukje angst, een stukje bangheid komt naar boven drijven. Van, ook voldoe ik wel aan dat type, hoe ze me kennen, hoe, ja. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen depressief zijn en dat het je gewoon een tijdje tegen zit in het leven? Het verschil is dat bij depressiviteit je leeg bent qua energie in je hoofd. En dan, hè, ondanks dus toch dat ik het gezellig vind dat mensen komen, ik ook de neiging heb om me af te sluiten.
Hoezo? Als die hier dan gezellig rond de tuinbar... Ja. De vriendenkring stond, dan ging u boven de slaapkamer zitten of zo? Nee, dat nog niet. Maar het is meer daarvoor van straks wel uitnodigen. Heb ik er wel zin in. Ja? Speelde dat echt? Ja. Nou, werk ze. Ciao. Ciao, tot vanavond. Tot vanavond. Had u zich een jaar geleden kunnen voorstellen dat u in zo'n situatie terecht zou komen? Ik heb altijd wel gehoopt door toch een intense manier van werken op te vallen van nou, die man willen we binnen boord houden. En dat dat niet gelukt is, dat had ik niet verwacht. Dat is toch ook een beetje kwetsend. Ja. Heel gek eigenlijk. In de eerste weken sta je zelfs ook 's ochtends op en je loopt naar die laptop, want dat was je gewend. En dan denk je, ja, wat doe ik eigenlijk met die laptop? Ik zit wel in te loggen en op internet, maar ik kan dus niet meer op de site van Egon. Nou, en het feit dat dat ook wegviel en je dus eigenlijk in die weken tot de conclusie komt van, god, dus nee, je doet dus niet meer mee. Kijk, het woord depressief wil je jezelf natuurlijk niet gauw toebedelen. Er zit toch een bepaald stigma aan. En dat heb ik dus niet meer. Ik vind, als je depressief bent, noem ik het toch... Ja, ik heb dat vergeleken met een botbreuk. En die moet gezet worden. En ja, iedereen die dus toch een behoorlijke botbreuk heeft ervaren... zal moeten revalideren. En in dat proces zit ik nu. Hoe weet u, als ik bij u binnenkom, of ik depressief ben of niet? Nou, dat weet ik niet zo op het eerste gezicht. En dat is ook best lastig. Geremd, hè? Niet vooruit te branden. En van grote angstogen, waar je pupillen, zweet op het voorhoofd. Slecht formulerend. Een ziekelijke ontstemming. Dat is de allerkortste definitie die ik kan geven. Een ziekelijke ontstemming? Een ziekelijke ontstemming. Met ziekelijk wordt bedoeld dat het dusdanig ernstig is... dat het je dagelijks leven echt verstoort... en je welbevinden verstoort. Die twee dingen zijn heel erg belangrijk. Je hebt burn-out, je hebt midlife crisis, allemaal dat soort klachten. Dat zijn echte klachten, maar is geen echte depressie. Zijn mensen met een niet-klassieke depressie eigenlijk een beetje aanstellers? Nee. Nee, het is niet aanstellerij, want dan ben je er snel mee klaar. Ik denk dat wij gaan een ontwikkeling door... Van ultieme welvaart. Dat hebben we nog nooit in de mensheid gehad. We zijn nog nooit zo oud geweest, nog nooit zo gezond geweest, et cetera. Ja, en volgens de wet van behoud van ellende komen er nieuwe problemen. Je ziet nu ook een grotere groep tussen de 15 en 45... die willen presteren of moeten presteren... en gewoon niet willen falen en geen losers willen zijn... en alles op alles zetten om het... goed voor elkaar te hebben. Dus het is een enorme... En die groep zie je ook. Hè, dat geeft een enorme stress. En daar zie je ook wel meer depressies onder die groep. Maar is de grens tussen wat een echte depressie is en wat niet... is die scherp te trekken? Die is redelijk scherp te trekken, geloof ik wel. Zo'n echte klassieke depressie, dat is niet snel te missen. Je ziet mensen die in hun leven geweldig veel meemaken... getraumatiseerd zijn, die daar eigenlijk in psychologische zin... en psychiatrische zin helemaal geen krimp geven, zeg maar. En je ziet ook mensen, dan gaat de hond dood... en ze krijgen een hele ernstige depressie. We gaan nu naar Adelka Vendel. Dat is de coach, de provocatieve coach. En dit wordt mijn vierde afspraak. U noemt het liever coach dan therapeut, hè? Ja, dat is er een beetje ingeslopen. Omdat de manier van coachen heet ook provocatief coachen. Dus vandaar die naam. Maar ja, therapeut zou je het ook kunnen noemen. En helpen die gesprekken ook tegen die depressieve gevoelens? Ja.
wat me energie geeft, is toch inzicht in mezelf. En dat ik leer mezelf te helpen. Klinkt wel een beetje soft. Nee, want... Terwijl u me helemaal niet zo soft lijkt. Het klinkt soft, maar het is echt provocerend en dat zoek ik ook op. Je moet echt depressief gaan handelen. Dat betekent dat je niet meer veel mensen moet gaan zien. Je moet je afsluiten. En zeg me dat je het sowieso lekker vindt. Zeg ja. Nee. Ik wil graag weer aan de slag. Je gaat toch niet meer zo voor lul staan voor daar een of andere jong pikkie die gaat beslissen over jouw toekomst? Jij gaat gewoon lekker iets voor jezelf doen. Als je bedoelt ergens zitten, niet meer werken en alleen maar 12 jaar nadenken. Nee, dan denk ik dat dat mij niet helpt. Dus, wat gaan we doen? Gaan we een wraakplan maken? Ja, hoe gaan we wraak nemen? Ja, wat zou je ultieme wraak zijn? Neem ze eens voor je, al die mannetjes die jou eruit hebben gebonjourd. Jij bent de baas. Hoe ben je de baas? Zo. Zo. Ik heb het stuur in handen. Wat nog meer? Je moet toch een beetje verslappen zo. Ja, goed, dat ben ik dus niet goed in. Nee. Ja. Dan wordt het ook niks. Zolang 32-jarige mannetjes in blauwe pakken jou de baas kunnen zijn. Ik bedoel, het stuur in handen houden, dat is... Nee, dat kan je al niet. Ja. Ja. Nee, maar... Ja, nee, dus ja, dat... En het is spannend thuis, hè, ook. Hè? Ja, dat heb ik ervaren van dat ze natuurlijk ook wil weten dat ik een sterk figuur ben. Ondanks de situatie. Dat willen alle vrouwen weten, anders gaat ze mee weg. Ja, in deze situatie waar ze wel begrip heeft voor het feit dat ik thuis zit... Mm-hmm. Toch wel de energie weer hebben om laten we zeggen, de zaak aan mijn hand te zetten. En... Heb je er ook geslagen? Sorry? Heb je er ook geslagen? Nee, maar we hebben gepraat. Joh! Schaal van 0 tot 10, dan zat ik een paar maanden geleden op 6,5 en ben ik toch wel een beetje ondergedoken, denk ik. Ondergedoken? Ja. Ja. U vindt eigenlijk dat het slechter met u gaat? Ja, dat heeft te maken met behoorlijke rugklachten die ik ook kreeg afgelopen maanden. Maar het staat eigenlijk los van uw depressieve klachten? Ik denk dat dat nooit los kan zijn. Ik denk dat dat ook met elkaar te maken heeft. Malaise? Misschien wel, dat het er nu ook echt allemaal uitkomt. Hoe zien uw dagen er op dit moment uit? Nou ja, daar zit wel ritme in. Dus ritme in die zin dat... laten we zeggen dat je 7:45 ga je bed uit. En dan lekker douchen, koffie, de krant. En dan die krant, daar heb ik dan ook alle tijd voor. Die spel ik ook helemaal uit. Het is hier ook behoorlijk stil overdag, hè, in deze wijk. Iedereen is aan zijn werk. Ja, ja. En u niet. Ja, klopt. Dat is een heel raar gevoel. Ja. Dit is het. Dit is mijn kantoor. Nu ook rommelhok geworden. Dat is eigenlijk het verhaal. Beetje treurig. Ja, ja, dit was altijd een strak net kantoortje. Werkruimte waaruit je dan je dag begon en in wezen ook altijd je dag beëindigde. Maar het geluk bestond dus grotendeels uit werk? Ja, nou ja, door de week wel. Ja. Door de week wel.
Dus dit is eigenlijk een beetje een monument van vroeger? Ja. Ja, zo kan je het wel stellen, ja. Ja. Je komt er ook niet meer zoveel hier? Nee. Nee, dat kun je ook zien. Geen trek? Nee. En met het zoeken naar werk? Nou ja, goed. Ik kan niet zeggen dat de banen voor het oprapen liggen. Tenminste, met de functie die ik heb gedaan. Vervolgens ga je ook kijken van, wil je nog... ik ben 48. Wil je nog weer volledig terugkomen in die branche? En dat je bij jezelf de vraag gaat opperen van, nou ja... Wil je misschien heel wat anders? En dat is? Nou, dat is... ik heb een moodboard gemaakt over een strandtent. Een wat? Een moodboard over een strandtent. Nou, dit is mijn moodboard. Eigenlijk ook ingegeven door een broer van mij die ook heel enthousiast is. Want ja, zoiets kan je ook niet alleen. Zo'n strandtent. Je gaat het samen met je broer doen? Nou, die is erg goed in... Die heeft hetzelfde meegemaakt als ik. Ook eigenlijk werkeloos, hè. En die is erg goed... Je krijgt het bijna moeilijk uit je mond, hè, dat woord. Ja, werkeloos, ja, het is... Maar het is een bestaande strandtent die jullie willen overnemen? Ja, het is een bestaande strandtent. Maar daar loopt u nu de hele dag over te dromen. Hoe dat zou kunnen gaan aanpakken. Zo kan je het wel... het is wel een invulling. Maar het feit dat ik dit doe, dit geeft wel energie. Enig is, als het niet doorgaat, ja, wat dan? Geeft het dan niet een extra douw? Nou ja, dat is een reëel gevaar in mijn positie. Ja. Ja. Als je nu een dwarsdoorsnede van de bevolking maakt... dan zal je zien dat ongeveer 1 op de 20, 1 op de 25 mensen... een depressie heeft die dusdanig ernstig is dat je zegt, die moet ook behandeld worden. Dat zijn heel veel mensen. Je komt uit op ongeveer 800.000, 750.000, 800.000 Nederlanders. Tussen de 18 en de 65. Dat zijn er heel veel. Dit is de hele stad Amsterdam zo'n beetje. Ik denk dat in zekere zin, die depressie-epidemie, om het even zo te noemen... dat die ook een afspiegeling is met onze obsessie met dat geluk... Het heeft denk ik iets te maken met de maakbare samenleving die wij graag ambiëren. Het heeft ook te maken dat we gegeven in staat zijn geworden om pillen te maken die, in het begin werd het zo verteld, heel weinig bijwerkingen hadden, snel werkten. En er waren op een gegeven moment, 10, 15 jaar geleden waren de reclames, dat noemen ze de anti-piekerpil. Dus het was eigenlijk zo van, ja jongens, als je een probleem hebt van sombere aard, ga naar de dokter en vraag een pil. Ja, ik denk niet zozeer dat er echt meer depressie voorkomt... maar dat er gewoon veel meer aandacht is voor de depressie. Ik denk bijvoorbeeld als je kijkt naar de media... je kijkt de gemiddelde avond, dan zie je toch heel veel mensen praten... die een enorm soort van vrolijkheid en geluk uitstralen. Maar voor heel veel mensen is het leven... Maar hier in Nederland? Ja, maar voor heel veel mensen is het leven helemaal niet zo vrolijk en gelukkig. Dus er is een soort van bijna een worst die mensen wordt voorgehouden. Maar er is ook die obsessie met geluk. Mensen toetsen zichzelf eraan. Terwijl ik denk dat, als ik internationaal kijk... naar de ervaring die ik elders heb in de wereld... ja, dan denk ik dat mensen daar heel vaak met andere emoties bezig zijn. Mensen zijn vaak eerder bezig met schaamte of met eer... of met woede of met wraak. Aan de ene kant is het zo dat er een hele goede ontwikkeling, vind ik... dat het taboe op überhaupt op psychiatrie wat afneemt. En met name daar waar het depressie aangaat. Zo langzamerhand dringt door bij de mensen... dat het helemaal niet zo gek is als je depressief wordt. En dat het ook te behandelen is. Maar ik merk in bepaalde milieus dat het nog steeds een taboe is. Dat je daar niet over het woord depressie niet snel... Wat zijn die bepaalde milieus? Nou, toch wat mensen die wat lager opgeleid zijn en wat... Bij hoger opgeleiden, en zeker in bepaalde beroepsgroepen... lijkt het wel alsof het tegenwoordig ook wel interessant is om te zeggen... Precies. Dat je een depressieve periode hebt gehad. Ja.
Dat herkent u? Ja, dat herken ik, ja. Depressies kosten veel meer dan de meeste lichamelijke aandoeningen. Gewoon omdat mensen uitvallen op hun werk? Ja. Er zijn getallen met 9 nullen. Negen nullen? Ja, er zijn geweldige, het zijn miljarden waar het over gaat. Ja. Dus 800.000 depressieve mensen in Nederland... Ja. Is eigenlijk ook een economische ramp. Ja, zeker. Kom. Niet in de tuin van een ander. Niet zo trekken, kom. Maaike, op een slechte dag, hoe ziet jouw wereld er dan uit? Ik let eigenlijk nergens op. Ik loop met mijn hoofd naar beneden. Zie over het algemeen ook niet veel om me heen. Het enige waar ik op let is op de hond. En of die wat gedaan heeft, ja of nee. En of hij niks, geen vieze dingen meeneemt. En voor de rest, hoe eerder ik weer thuis ben, hoe liever het mij is. En wat wil je dan gaan doen als je weer thuis bent? Over het algemeen niks. Ik heb nergens zin in. De hond is een beetje jouw redding. Nou, in ieder geval dat ik uit bed kom. Want ik zou het liefst, hoe somberder ik ben, hoe liever ik op mijn bed blijf liggen. Deken over mijn hoofd. En mag ik alsjeblieft slapen? Dan hoef ik ook niks te denken en niks te voelen. En dat zou ik het liefste dan doen. Er zijn ook wel momenten dat ik denk van, wat doe ik hier in godsnaam nog? Ik heb er geen zin meer in. Voor mij hoeft het niet meer. Maar echt daadwerkelijk stappen ondernemen, nee. Waarom niet? Daar heb ik het leven niet voor. Omdat ik inmiddels ook weet dat mijn depressieve episodes ook weer over kunnen gaan... Heb ik ook zoiets van, er kunnen ook weer betere tijden komen. Alleen weet ik niet wanneer dat is. En de ene keer is dat sneller dan de andere keer. Maar je hebt ook nog een man. Ja, ja. En gelukkig is die het wat dat betreft bijna tegenovergestelde voor mij. Optimist. Probeert een heleboel dingen met humor te bekijken. En dat is dus wat dat betreft, zeker in mijn depressieve periodes, heel wat anders dan ik. En uiteraard zorg ik ook dat er eten voor hem is. Zover ben ik dan nog wel dat ik dat wel doe. Wat ik wel heel naar vind, is dat ik... het via de genen waarschijnlijk ook doorgegeven heb. Want zowel mijn zoon als mijn dochter hebben een depressieve episode gehad. En ook niet van 3 weken of zo. Nou ja, dan spreek je ook nog niet van depressie. Maar ik bedoel, die hebben echt mijn dochter heel lang. Veel langer nog dan mijn zoon. Maar mijn zoon ook een paar jaar. Dus ja. Kom maar in de kamer, Christo. Christo, schoon water. Hé? Christo, schoon water. Kijk eens. Lekker schoon water. Ik stoor me wel eens aan mensen die bijvoorbeeld zeggen van... en toen was ik daarmee bezig. En ik werd me toch een partij depri. En dan denk ik, je weet niet wat je zegt. Want je weet niet blijkbaar het verschil. Het is zo'n modewoord geworden. De depri, oh, die is depri. En dan denk ik, weet je eigenlijk wel wat het inhoudt? Depri ben je niet een halve middag. Of je bent depri in de zin van je baalt. Of je hebt gewoon een bad day.
Dat hebben we allemaal wel eens. Maar als je echt depressief bent, dan ben je dat niet een middagje of 3 dagen. Een depressie, dat heb je gewoon veel langer. En dat grijpt op alles in. Oh, mooi, man. Dat is het zuidpunt van het eiland. En daar hebben we ook een dagtocht aan gemaakt. Dat was hartstikke leuk. Gingen we met een bus. Mooi weer hadden jullie erbij, zeg. Weet je wat, het was in november en het was 4,25 graden. Oh. Dat is echt verwennen, hoor. Geweldig. En dat is goed voor sombere mensen, weet je dat? Oh, echt waar? Ja, echt. Ik kik er helemaal van op. Zo. Echt, ja, heel veel zonlicht. Ja. Ria, als Maaike depressief is, hoe is ze dan? Ja, dat merk ik natuurlijk best wel aan haar. Dan is ze down, dan heeft ze niet zoveel zin om te praten. En ook weinig ondernemen. En eigenlijk af willen schuiven als ik haar bel van zal ik bij je komen? Nee, liever niet. En als ik dan even doorga, nou kom dan maar even. Weet je, en dat gaat dan. En nou ja, als ik dan eenmaal bij haar ben, gaat het gewoon. Dan klikt het gewoon heel goed. En dan ga ik ook niet vragen waarom ze dat nou weer heeft. Want ik weet gewoon dat ze zo in elkaar zit. Want staat dat andere vriendschappen wel eens in de weg? Dat je last hebt van depressie? Er zijn wel mensen die het gevoel hebben dat ze je doorlopend moeten opbeuren. En dat is heel lief bedoeld, maar soms lukt dat gewoon niet. En ja, het gewild vrolijk moeten zijn op momenten dat je je absoluut niet zo voelt. Ja, dat vind ik afschuwelijk. En ook mensen die opmerkingen maken van... nou, kom op, maar je hebt toch alles en zo. Ja, en dan denk ik, ja, dat is het wel. Dat is wel zo, maar... Hallo, depressie is een ziekte. Vorig jaar kreeg ik kanker en dan kun je ook wel zeggen. Dan zeggen ze ook niet van, ja, je hebt toch alles. Nee, dan heb je kanker. Maar als je depressie hebt, hoe kun je somber zijn? Je hebt toch alles. Ja, ik vind het een beetje krom. Het is allemaal, ik ga er altijd maar van uit dat het allemaal goed bedoeld is. Maar ja, het werkt, zo werkt het gewoon niet. Is een depressie vooral genetisch bepaald of zijn het toch vooral de maatschappelijke factoren die de doorslag geven of je wel of niet depressief wordt? Als je het in getallen, 40% is het genetisch bepaald, voor 60% door omgevingsfactoren. We weten dat sommige mensen met afwijkingen aan een gen dat die meer neigen tot depressiviteit. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo dat we een gen kennen voor depressiviteit. Daar hebben we jaren naar gezocht. We hebben ook jarenlang gedacht dat we dat zouden vinden. Dus het idee dat je een gen zou vinden voor depressie of angst... zoals je een gen voor bruin of blauwe ogen kunt vinden, dat is er niet. Mensen die depressief worden, die hebben natuurlijk toch iets in de aanleg. En ja, vaak zijn het live events, hele verliezen of vreselijke dingen die gebeuren. Maar het komt... natuurlijk ook voor dat mensen vreselijke dingen meemaken en desondanks dat toch goed. Blijven. Ja, ja. Verbazingwekkend soms. De thematiek bij depressies of burn-out, de sombere ziektes, is niet ernstige live events. Is niet verlies van kinderen, baan. Dat is niet waar. Vaak gedacht, is niet waar. De thematiek is, hoe zit ik in het leven? Moet ik mijn geluk af laten hangen van de beoordeling door anderen? Doe ik het wel goed? Nou ja, al die eisen die we ons aan moderne mensen stellen. En ik geloof waar wij steeds angstiger en bezorgd over worden. Mensen stellen zichzelf hele hoge doelen. Mensen moeten op allerlei domeinen van het leven slagen. Inderdaad, weinig tolerantie voor ze even niet mee kunnen komen. En dan val je al snel echt buiten de boot. Een aantal mensen die zijn minder geëquipeerd in die snelle samenleving. Hebben minder opleiding, hebben beperkingen. Als dan gebeurt er van alles wat met name voor depressie slecht uitpakt.
wat dat eigenlijk bestendigt. En dat mensen het gevoel geven, ja, je doet er ook niet toe, je bent ook waardeloos. En depressieve mensen denken dat toch al. Dus met name voor mensen met depressie werkt dat heel, pakt dat slecht uit. Maar vroeger was er ook stress. Mijn opa moest elke ochtend om 5 uur op en dan 6 dagen per week. En waarschijnlijk ook meer dan 8 uur per dag. Ja, maar ik denk dat uw oma, die hoefde niet een hoge opleiding te doen en te performen en kinderen te hebben en 4 dagen in de week te werken en er ook nog leuk uit te zien en ook nog sprankelend en huisend op het werk te zijn. Dus ik denk dat het aantal stressoren voor bepaalde groepen groter is. Welvaart heeft er wel invloed op. Want het verandert de hele constellatie aan factoren die mensen uiteindelijk zover brengen. Maar het is absoluut geen welvaartsziekte. Je ziet vaak dat als je in een aantal Aziatische of Afrikaanse culturen je vraagt aan mensen, kennen jullie mensen die? Dan zeggen ze, ja, die mensen die hebben wij hier ook. Dat noemen wij de mensen die are thinking too much. Te veel nadenken. Die denken te veel. Als je ontwikkelingslanden vergelijkt met rijke landen, dat heeft de WHO ook gedaan, er zijn er eigenlijk geen systematische verschillen in voorkomen van stemmingstoornissen. In Tanzania zijn er net zoveel mensen depressief als hier. Nou, ik weet niet of het goed onderzocht is in Tanzania speciaal, maar in andere ontwikkelingslanden is dat wel gedaan. En die cijfers liggen heel vergelijkbaar. Dus het is niet zo dat je, als je nou maar heel rijk bent als land, zoals Nederland bijvoorbeeld, dat je dan minder depressies hebt, maar ook niet, en dat denken mensen ook wel eens, dat we gewoon verwend zijn en dat we ons helemaal niet meer verdragen als mensen zeg maar een psychische verkoudheid hebben. En dat we daar dan meteen met een grote frons een plakker op doen en zeggen dat is een ernstige ziekte en dat noemen we een depressie. Zo is dat is ook niet zo. Nee, dat is ook niet zo. Dit zijn enkele boeken daarover. Bijvoorbeeld het boek van Mike Baudet, dat is een cabaretier. Die was vorig jaar een hele goede loper. Dit is het boek van Maarten van Buren, Kikker gaat fietsen. Liep het jaar daarvoor echt goed. De kamers van de melancholie, en dat gaat niet alleen over depressie, maar zoals hier staat, angst, verveling en depressie. Het boek van Trude de Jus, de depressie-epidemie. Uw brein als medicijn. Het antwoord op Prozac, Zeuxat en andere antidepressiva staat ook daarbij. Mindfulness en de bevrijding van depressie. Wat is de hit van dit moment? De hit van dit moment? Ja, we hopen dat het deze gaat worden, maar het zijn eigenlijk nog die van vorig jaar en het jaar daarvoor. Die lopen op dit moment beter dan die nieuwe daar. Het is dus eigenlijk gouden handel dat we allemaal zo met onszelf bezig zijn. Eigenlijk wel, ja. Daar leven we een beetje van, hè? Tenminste, deze afdeling. Op een gegeven moment werd ik gewoon depressief en ik was zeer somber en zwartgallig en wilde eigenlijk niet meer leven. En het leven kwam als een mokerslag bij me binnen. Ik denk dat heel veel mensen niet beseffen hoe hels de pijn kan zijn als je op het dieptepunt van een depressie zit. Is het bij jou helemaal weg? Nou, ik slik braaf mijn pilletje. Er zijn ook mensen die simpelweg hun leven te danken hebben aan antidepressiva. Zou jij jezelf? Zonder die pillen had ik hier niet gezeten. In welke zin bedoel je? Want dan was ik er al lang uitgestapt. Alles is toppie en helemaal zo. Van Mike, dat is een tijd geleden, jongen. Ja, hallo. Kon je het nog vinden? Ja, ja. Smalle pad hier. Nou, we hebben wel eventjes een beetje gezocht, ja. Moet ik mijn klompen uitdoen bij de... Nee, je mag klompen aanhouden. Kom er gerust in. Heb je nou wel eens tot mensen aan je vragen van... Goh, hoe kan dat nou zo'n vrolijke cabaretier tot 10 nou depressief wordt? Hoe ja. Dat kan je niet met elkaar verenigen misschien. Nee, die vraag krijg ik heel vaak. Ja. Mensen vinden dat raar. Mensen vinden het raar omdat jij een handeltje hebt in vrolijkheid en de gulle lach. Zolang jij de ramsporen sleepzuiver houdt, blijft jouw drempel altijd oxymonaal. Smit. Maar mensen vinden het ook raar dat je... Ja, je bent bekend, je hebt een vrouw en kinderen. Je hebt
zoveel bereikt. Je hebt een aantal van je dromen kunnen verwezenlijken. Ja. Hoe kan het nou dat bij jou nog steeds depressie op de loer ligt? Hoe kan dat nou? Dat snappen ze niet. Je hebt er eigenlijk geen recht meer op dan. Nee. Ja. Nee, precies. En er zijn ook wel mensen in mijn omgeving geweest die zeggen dan van ja, Baudet, nou moet je een keer opzouten met die depressie. Dat was toen en dat is klaar. En we gaan daar niet eindeloos over door blijven zagen. Ja. Jij weet uit ervaring wat het is om depressief te zijn. En ik weet het omdat ik dat werk al zo ontzettend lang doe. Ongeveer wat patiënten meemaken die depressief zijn. Maar familie eromheen, nou, dat is vaak nog wel heel lastig om te kunnen invoelen en te kunnen begrijpen wat iemand doormaakt. Ja. Ja. Ja, die vallen toch snel in goed bedoelde adviezen van kop op en kijk eens de zon schijnt. Of ga eens zwemmen. Precies, hè, dat soort adviezen. Ja, mensen doen hun best, maar ze weten natuurlijk niet precies wat er speelt, wat er omgaat. Nee. Ik heb me wel eens af zitten vragen, wat zou de crux daarvan niet liggen bij het feit dat depressieve patiënten zelfmoordgedachten hebben? En dat het ergste is wat je... Wat je in zo'n periode meemaakt. En dat ook tegelijkertijd hetgene is wat het moeilijkst te begrijpen is voor buitenstaanders. Zou het niet daar op hangen? Nou, zelfmoordgedachten. Als je zelf depressief bent, zijn zelfmoordgedachten vaak heel beangstigend. Maar voor de omgeving is het natuurlijk buitengewoon beangstigend. Ja, maar ze weten het vaak niet, want er wordt natuurlijk niet veel over gepraat. Nee, maar soms weet de omgeving het wel. En dan is het ook moeilijk. Hè? Ik heb toch al heel vaak meegemaakt dat partners, bij wijze van spreken, niet meer alleen boodschappen durven te gaan doen. Om de patiënt alleen te laten. Precies. Hè? Dus dat kan een enorme impact hebben. Ja. En heb jij het idee dat in het algemeen mensen vaker het stempel krijgen dat ze depressief zijn tegenwoordig? Is dat veranderd? Enorm veranderd. Ja? Ja. Ja, dat... Zeg maar, als je kijkt naar de tijd dat ik begon, 30 jaar terug, toen was er onderdiagnostiek van depressie en onderbehandeling. Okay. Dus aan twee kanten ging het mis. Patiënten zelf kwamen er niet vooruit, ik ben depressief. Durfden dat niet tegen hun partner te zeggen, durfden er niet mee naar de huisarts te gaan. Kwamen al zeker niet bij de psychiater. Dus bij de psychiater kwam in die tijd, dan moest je wel echt gek zijn. Dat was je net te gek. Hartstikke gek zijn. Toen zag je in de jaren 90 van de vorige eeuw een enorme verandering optreden. Dat kwam met name omdat toen Prozac op de markt kwam. Ja. En dat Prozac, dat was een antidepressivum, maar dat was een heel veilig middel. Dus dat werd ingezet door de huisarts. En toen werd er tegen de huisarts gezegd, luister eens, je moet die patiënten die stemmingsproblemen hebben, angstklachten hebben, niet behandelen met verslavende middelen, zoals Valium of Seresta of Temesta. Maar je moet ze antidepressiva geven. Ja. Nou, die boodschap is erg goed doorgekomen. Ja. Huisartsen zijn massaal antidepressiva gaan voorschrijven. En is die boodschap te goed doorgekomen, denk je? Dat denk ik wel, want op een gegeven moment kwamen ook patiënten met, laten we het een beetje oneerbiedig zeggen, levensleed, ook bij de huisarts, van luister eens, ik ben depressief en ik wil een pil. En die waren dus eigenlijk gewoon, zaten in een dipje. Ze zaten in een dipje. Of die hadden relatieproblemen. Of problemen op hun werk. Of problemen met hun financiën. Of nou ja, noem maar op. Waardoor mensen van slag kunnen raken. Ja. Je hoeft de problemen niet te bagatelliseren. Maar het is iets anders dan dat ze nu depressief zijn en antidepressiva nodig hebben. Maar mag ik jou eens wat vragen? Ja, ja, zeker. Want wat is nou de impact geweest van je boek? Hè? Je hebt een boek geschreven en je hoopt natuurlijk op succes. Maar het is ook wel... Niet een gewoon succes, een heel groot succes geworden. Ja. Met een enorme spin-off, want ik zie je nu regelmatig in praatprogramma's verschijnen. Ja. Ik zag je rond het overlijden van Anthony Kamerling, zag ik je weer in het nieuws komen. Ja, ja, ja. Dus ik denk, ja, je bent natuurlijk cabaretier. En je was een heel succesvolle cabaretier, maar nu ben je langzamerhand een succesvolle ex-psychiatrische patiënt. Ja, nee, dan ben ik een soort van de dorpsgek geworden die overal bij wordt gesleept. Ja. Dat is wel iets waar ik voor mezelf hele duidelijke keuzes in moet gaan maken. En ik hoorde laatst van een psychiater, die zei tegen mij... ja, ik krijg nou allemaal mensen in de praktijk... en die vragen naar de pil van Mike Baudet. Doe mij die pil van Mike Baudet. Ja. Komt het bij mij ook wel goed. Ik heb dat boek Pil genoemd. Als dat, nou, als daar een paar duizend exemplaren van verkopen... dan zie je dat niet zoveel in de media. Maar die omslag van dat boek is heel veel overal afgedrukt. Ja. Waardoor het haast lijkt alsof ik roep... jongens, neem maar een pilletje, dan is alles opgelost. Precies. Ik heb het wel eerder meegemaakt, dit soort opmerkingen over één pil. Maar zo werkt het. Ja, je moet al die mensen teleurstellen. Ja, precies. Want zo werkt dat niet. Nee. Nee.
Het feit dat jij opknapt met die pil is geweldig. Hartstikke goed. En het is ook niet heel zeldzaam dat je er heel goed van opknapt. Maar het is niet een wonderpil waarmee nou iedereen met een depressie opknapt. Nee. Helaas niet. Je blijft ook binnen je eigen competenties. Volgens mij is dat helemaal geen probleem. Kunt u eens laten zien wat er hier aan de antidepressiva staat? Ja, hier de amitriptyline. Citalopram hier zo. De venlafaxine hier allemaal. Hier ligt fluoxetine en fluvoxamine. De citalopram, hier ligt ook een heleboel. Hier ligt mirtazapine. Hier nog paroxetine. Het is dus wel een redelijk deel van de medicijnen die jullie hier uitgeven. Het is een substantieel deel, ja. Het is niet nummer 1, ook niet nummer 10, maar ja, het komt daarna toch wel snel in beeld. Want wat staat er op 1 bijvoorbeeld? De hart- en vaatziekten staan nog op nummer 1. De huidige situatie in Nederland is dat 80% van de antidepressiva wordt voorgeschreven door huisartsen. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, schrikbarend. Waarom vindt u dat zo schrikbarend? Nou, dat is natuurlijk heel veel. Wat ik me afvraag is of dat nou, wat daar nou bij meegerekend is. Want natuurlijk heel veel antidepressiva worden geïnitieerd door specialisten. En de herhaalreceptuur, dat gaat dan via de huisarts. Ik vraag me af of dat dan ook niet daarin verdisconteerd is. Ik geloof toch dat deze mensen, ik ben erg voor huisartsen, maar dat er toch veel misverstand is over wat nou eigenlijk een depressie is. En dat die dus enorm overgediagnosticeerd wordt. Ik denk dat de huisarts juist heel goed geëquipeerd is om mensen als poortwachter, mensen waarmee je continu in de continuïteit, je kent mensen al een langere periode. Dus je hebt bij uitstek de tools in handen om in te schatten of er een depressie zich aan ontwikkelen is. En als huisarts heb je ook de tijd. Je moet de huisarts wel als huisarts de tijd. Maar heeft u ook echt de tijd dan? Nou, als je daar, en dan bedoel ik niet eens de tijd per consult, maar je hebt de tijd in de verloop van de tijd. Je ziet mensen weer terug en je kan het verloop beoordelen. Dus ik denk dat de huisarts juist iemand is die heel veel kan schiften en ook kan beoordelen waar wat misgaat. Ja, huisartsen die zijn heel goed om te herkennen of iemand helemaal geen depressieve klachten heeft. Het blijkt dat de huisarts in 19 van de 20 gevallen constateert die of een patiënt geen klachten heeft en dat klopt. Maar een huisarts is vrij slecht in het herkennen van de mensen die wel een depressie hebben. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de meeste huisartsen dat zo 4 op de 5 keer fout hebben. Dat betekent dus dat als iemand komt, dat een huisarts eigenlijk mensen of onderbehandelt en in een aantal gevallen overbehandelt. En dat kan dus, dat kan een vrij ernstige zaak zijn. Dus het risico is dat het bij het pilletje alleen blijft. En ik weet ook uit de praktijk, ik ken zat mensen die al jaar en dag bij de assistent van de huisarts het recept ophalen. Dat vind ik ronduit kwalijk. Het vervolgrecept voor de antidepressiva. Precies. En we weten ook dat antidepressiva, hoe langer je ze slikt, hoe moeilijker er vanaf komt. De oplossing van depressies ligt voor een groot deel, niet helemaal, maar flink deel, in het doorwerken van wat nou eigenlijk het probleem was. En ik geloof dat huisartsen daar niet de tijd, nog de vaardigheden voor hebben. Ik ben erg voor huisartsen, maar ik vind dat ze dit eigenlijk niet meer moeten doen. Want eigenlijk bewijst het al, het loopt al helemaal uit de hand. Daar ben ik het helemaal mee oneens. Dan moeten ze allemaal naar ons toe komen. We hebben het echt al druk genoeg. Dat zou betekenen dat we ontzettend veel meer psychiaters zouden moeten hebben. En dat willen we niet, want we willen de zorg goedkoop houden. Dus zoeken we naar andere oplossingen. Je mag van huisarts ook niet verwachten dat hij een depressiebehandeling zelf helemaal gaat doen. Mm-hmm. Dat kost ook veel te veel tijd. Maar er zijn best manieren om om huisartsen ermee te helpen. Een van de oplossingen die we nu zoeken, dat is dat we zeggen, nou, we proberen om praktijkondersteuners of we proberen om sociaal-psychiatrische verpleegkundigen, die proberen we te laten werken in die huisartsenpraktijken. Het is echt niet een verhaal wat even in 5 minuutjes gedaan is. Dus daarom vind ik ook dat deze discussie moet uit de spreekkamer.
van alle landen ter wereld hebben wij de allerhoogste uitgaven binnen de gezondheidszorg op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. We zitten op 22% van kosten wereldwijd. Dat is het allerhoogste in de hele 22% wereld. 22% specifiek voor de voor alles wat te maken heeft met geestelijke gezondheidszorg. En er is geen land ter wereld waar dat zo hoog is? Er is geen enkel ander land ter wereld waar dat percentage zo hoog ligt. Dus je kunt best zeggen... En ja, desalniettemin zoveel depressieve mensen? Ja, desalniettemin zoveel depressieve mensen. Dan kun je best zeggen, zoals de collega... Maar heeft die goede zorg misschien ook een soort aanzuigende werking? Werkt het een beetje zoals met autosnelwegen? Nog meer asfalt betekent ook nog meer auto's. Ik denk dat dat zeker werkt. Ik denk dat hoe meer zorg je aanbiedt, hoe meer je krijgt. Hoe meer mensen het gebruiken. Ik denk dat dat ook een factor is, ja. Meneer, mag ik u storen, meneer? Bent u psychiater? Ja. En wij zijn hier gekomen met de vraag hoe het kan dat in Nederland zoveel mensen depressieve klachten hebben. Alleen voor Nederland, want het is wereldwijd... Ja, maar in Nederland toch de cijfertjes voor het aantal pilletjes voor depressieve klachten is toch net weer iets hoger dan de omringende landen. Oh ja? Ja, dat is een goede vraag, want het is inderdaad enorm toegenomen. Ik denk dat dat komt omdat het leven niet al te makkelijk is hier in Nederland. Maar we hebben het hier toch juist hartstikke makkelijk in Nederland? Het gaat veel te snel. Terwijl aan de andere kant de omgeving waarin we leven inmiddels zeer ver van de natuurlijke toestand verwijderd is geraakt. Dat past niet meer bij elkaar. Nou, er is natuurlijk een enorm grote invloed van de farmaceutische industrie op de geneeskunde en in die samenleving. Dus een hele medicalisering. De psychiatrie is dus in de ban van de DSM, het Amerikaanse systeem, gekomen. De DSM is het diagnosesysteem. Ja, en daar staat dus, wordt alles onder het begrip depressie wordt daar ondergeschoven. Dus ongemak, rouw, verdriet, niet lekker in je vel. Nou ja, en dat heeft geleid onder andere tot een massaal voorschrijfgedrag. Worden psychiaters beïnvloed door de farmaceutische industrie? Want dat hoor je ook nog wel eens. Ik denk het wel, ja. Ja, ik denk het wel. Maar we leren ons ook wel het tegen te wapenen. Je kunt zelfs lunchen in een aparte zaal zonder de industrie. Dus hier wordt alles aangeboden door de industrie. Maar je kunt ook industrievrij lunchen hier. Dus toen de antidepressiva vrijgegeven werden voor reclame in Amerika, ik geloof 20 jaar geleden, toen is ook dat gebruik explosief gestegen. Maar de hele geneeskunde is natuurlijk verweven met de farmaceutische industrie. Maar zijn die pilletjes dan wel de oplossing? Ze helpen te overleven, kun je zeggen. In bescheiden mate, naar mijn gevoel. Maar ik denk dat ze voor sommige mensen hun nut hebben. Wat is dat pilletje hier? Of zijn het snoepjes? Of is dit zo'n pilletje? Het zijn M&M's. Ik wist wel een M&M'tje, ja. Ik dacht even dat ik dan misschien meteen zo'n antibipolair... Ik ben Marianne van der Beek. En ik kom uit de hoek van mensenrechten. En met name heb ik gewerkt voor vluchtelingen jarenlang. En vanaf 2006 ben ik als gemeenteraadslid verkozen. Met voorkeurstemmen, dus dat was helemaal heel erg mooi. En nu vind ik al zo duidelijk dat je vraagt wie ben je... dat ik dus direct ook over mijn werk begin. Dat is wel heel indicatief voor mij. Ik ben ontzettend christelijk opgevoed. Dus ook daarin van zaken als luiheid is des duivels oorkussen. En inzet... Nou, laat ik het anders zeggen. Leven puur om de lol. Dat... was voor mij zo leeg dat ik daar dat was gewoon een no-go area, zeg maar. En ik koop graag boeken. En dat ook vrienden zeiden, koop nou gewoon eens een keer een ontspannen boek in plaats van een boek wat gaat over de situatie in Centraal-Azië of de oorlog in Georgië. Of koop nou gewoon eens een leuk boek. En dan heeft mijn broer een leuk boek voor mij gekocht. En ik heb het nog steeds niet gelezen, want het is toch nog een beetje... Dat zit er nog wel nog een beetje in. Ja, kopje geven. De liefde in je leven?
Ja, ik heb meer dan 10 jaar een relatie gehad. Vanaf mijn 22e, jong. Dus in de studententijd zijn we elkaar tegengekomen. En nadat wij uit elkaar gegaan zijn in december 2002... toen is eigenlijk voor mij, zeg maar, die focus op werk nog wel veel meer in een stroomversnelling gekomen. Omdat er niemand meer zei van ja, hallo, ik ben er ook nog. Of zou je niet eens op tijd thuiskomen om nog normaal te eten? En, of je hebt nu al meer dan genoeg uren daar gezeten. Het voegt nu niks meer toe, dus kom nou maar gewoon naar huis toe. Die rem, zeg maar, die was er vanaf. En die had ik te weinig in mezelf. Dus daarna ben ik inderdaad in feite alleen maar harder gaan werken. Ik had in die tijd ook een baas die mijn nevenfunctie niet echt accepteerde. Het idee van ik zet me zo hard voor jou in en voor jouw organisatie. Ik zet me zo hard voor de doelgroep in. Het wordt zo niet gezien en zo niet gewaardeerd. Nou, privé was er sowieso al heel weinig meer over, omdat ik alleen maar op dat werk gefocust was. Ja, toen viel het in één keer weg, zeg maar, de hele zin. En wat heeft dit nou nog voor nut? En de aarde viel als het ware in één keer onder mijn voeten weg. En ja, dus toen werd ik ook in no time heel, heel erg depressief. Depressie is zo afschuwelijk. Het is die bomen zijn groen, maar weet je, de lente en de zomer en alles komt en gaat. Maar ja, waar is het goed voor? Dat was zo de vraag die hamerde in mijn hoofd. Van waar is het nou toch goed voor? Ik heb altijd heel graag gereisd. Maar wat voegt het nou toe om te gaan reizen? Ik moet toch weer naar huis. Waarom zou ik plantjes in de tuin zetten? Ze gaan toch weer dood, ik bedoel, met die eenjarige dingen. Dat hele nihilistische van wat doet het ertoe, dat was zo groot. En dat heb ik daarna weer stukje voor stukje moeten afbreken. Omdat ik kan daar niet mee leven. Wat deed je? Wat ik deed? Ik heb het volle voornemen gehad om daaruit te stappen. En hoe? Alcohol en pillen. Ja. 2 keer. Als ik heel cynisch mag zijn, dan had ik na die eerste keer in de psychiatrie de ervaringsdeskundigheid opgedaan van anderen. En wist ik dus de tweede keer beter hoe het moest dan de eerste keer. Toen ben ik ook lang weg geweest en maar toen ben ik toch op tijd gevonden. En want anders dan denk ik niet dat ik het dat ik het overleefd zou hebben. Ja. Ik ben vanmorgen begonnen in Hilversum. Ik ben bij de gemeente langs geweest om te praten over de subsidie voor volgend jaar. Die hebben we wel al lang geleden ingediend. Maar er zitten veel bezuinigingen aan te komen en ik wilde graag nog wel even afstemming met ze hebben. En dat gaat over je nieuwe baan? Ja, voor mijn baan inderdaad. Je bent weer helemaal aan het werk? Ik ben weer helemaal aan het werk. Hoeveel uur? 32 uur werk ik. En soms ook wel meer. Maar 32 uur is mijn contract nu. Kan je me nog uitleggen in een paar zinnen wat je nou geholpen heeft na die zware tijd om er zo weer bij te zitten zoals je nu zit? Wat mij geholpen heeft? Ja, dat is wel een vraag om echt over na te denken. Ik heb echt een knop omgezet. Ik heb geleerd om te luisteren naar mijn lijf. Geleerd dat ik mezelf serieus wil nemen. Dat ik er mag zijn. Dat is mijn strijd met name geweest. Ik kan heel goed strijden voor de wereld, voor vluchtelingen, voor mijn partij,
voor de belangen van mijn partij en voor mijn doelgroep. Maar vechten voor mijzelf, man. Wat helpt? Het is eigenlijk eenvoudig. Pillen en praten. Pillen is een antidepressieve. Praten zijn psychotherapieën. Als je kijkt naar het effect van psychotherapie over het algemeen, dan blijken die psychotherapieën eigenlijk allemaal even effectief te zijn. Dus als je weghaalt van welke school iemand is, of die meer valt voor gedragstherapie of hypnotherapie of gezinstherapie of psychoanalytische therapie, Freudiaans of wat dan ook, dan zie je eigenlijk dat als je daarvoor corrigeert, dat eigenlijk al die psychotherapieën het even goed doen. Wat vindt u eigenlijk van mindfulness? Ik denk dat mindfulness, dat kan een hele goede hulpbehandeling zijn. Ik denk dat mindfulness op het moment typisch een hype is, die wat wordt overgewaardeerd. Ik denk dat het effect wat daaraan wordt toegeschreven, dat te groot is. Want het is in feite een boeddhistische meditatietechniek die in Burma of Thailand of op Sri Lanka gebruikt wordt. Er zit maar heel weinig verschil tussen vipassana meditatie en mindfulness training. Dus ik denk dat het wel degelijk een goede hulptherapie is, maar ik denk dat het therapie-effect bij vervolgstudies zal blijken kleiner te zijn dan nu soms gesuggereerd wordt. Als je een echte depressie hebt, gewoon pillen nemen. Maar daarna ga je aan de bak. En daarna moet je een therapeut. Hoop ik dat je een therapeut hebt die zegt, en nou kom hier. En ik ben net zo lang zag ik je door tot ik al die ellende van jou boven tafel heb. En dan zul je later zeggen, ja, nou, dat was een klote tijd, maar daar heb ik veel aan gehad. Waar het om gaat is dat wij doen alsof die 15% die uiteindelijk het therapeutisch effect bepaalt, alsof dat vreselijk afhangt van deze of gene school. Of je tot die school behoort of tot die, en of die beter staan dan de ander. Maar dat klopt dus niet. En dat geldt eigenlijk hetzelfde verhaal geldt voor de psychofarmaca. De suggestie is daar, net als bij de psychotherapie, dat er enorm grote verschillen zijn in het effect van die pillen. En dat is helemaal niet zo. Het werd bij lichte depressies, dan moesten ze dan praten. Milde depressies, praten en pillen. En zware depressies moesten ze vooral pillen geven. Maar die middengroep is enorm groot. Ja, die uitersten zijn klein, die middengroep is enorm groot. En daar zijn dus heel veel pillen voor niks gegeven. En nu zitten we met al die mensen die pillen slikken en er moeilijk van afkomen. En nu, de richtlijn wordt ook nu aangepast. Naar aanleiding van deze bevinding. We gaan nu terug naar waar dat moet zijn. Die veel kleinere groep die een echte ernstige depressie heeft. Maar dat zal de farmaceutische industrie niet leuk vinden. Nee. Het vertrouwen in pillen lijkt nu weer behoorlijk op zijn retour de laatste jaren. Maar betekent dat niet dat veel mensen eigenlijk op dit moment ten onrechte antidepressiva slikken? Ja, dat is wel zo. Er zijn veel mensen die vanwege heel de milde klachten medicatie gebruiken waarvan je denkt, nou, dat helpt ze eigenlijk niet. Dat klopt. Of mensen die het veel te lang gebruiken. En waarbij het al lang duidelijk is dat die pillen eigenlijk niets doen. En die zouden daar vanaf moeten. Dat is zo. Wat moet er gebeuren? Nou, als je ziet dat er 800.000 mensen antidepressiva gebruiken, ik denk dat dat terug kan naar 200.000. Dus dat zijn heel veel minder. En hoe moeten we dat aanpakken? Afbouwen. Mensen omzetten op andere dingen. Maar wie moet daarmee beginnen? De huisartsen? Huisartsen, psychiaters, psychologen. Mensen zelf. Het helpt je om meer open te zijn en dingen te ontdekken. En ik weet echt niet wat jij gaat ontdekken. Dat weet ik echt niet. En dat wil ik zelfs niet weten. Wat ga jij ontdekken? De online therapeut. Weer een filmpje. Nou, bij de online therapeut kan je terecht voor zowel video-skype-therapie als voor mailtherapie.
sessies kopen. Eén sessie video Skype-therapie voor €54. Stop. Vreselijk. Daar word ik niet rustig van. Dat is een korte anonieme vragenlijst voor de inschatting van je psychische problemen. Oké, wat is je belangrijkste probleem? Nou, voor mij piekeren. Voelt u zich geestelijk en of lichamelijk uitgeput? Ja. Hoe lang doe je dit al? Via internet zoeken naar mogelijke behandelingen, denk ik de afgelopen 6 maanden. Voorheen heb ik dat gewoon gedaan via de normale route van naar de huisarts stappen. Ik beschouwde mezelf destijds als een patiënt. En heb me destijds ook passief opgesteld. Zo van, nou, ik wacht maar af wat mij aangeboden wordt. En over de loop der tijd heb ik wel, zeg maar, een omschakeling gemaakt naar cliënt. Of ja, je zou het ook kunnen noemen consument. Heeft u tenminste 2 van de volgende klachten? Slaapstoornissen. Ja, slaapstoornissen. Heeft u het gevoel dat u niet meer tegen de angst opgewassen bent? Nou, zo ernstig is het nou ook weer niet. Ik heb de regie over mijn leven. Zijn uw klachten na een jarenlang proces van overbelasting ontstaan? Absoluut. Het is waarschijnlijk verstandiger om professionele hulp te zoeken. Oké, dat wist ik al. Er is gewoon erg veel. Dus ik probeer eruit te pikken wat er professioneel uitziet. Kijk, deze heb ik dus gevonden. Volgens mij doet zij de mindfulness-based cognitive therapy. Je neemt cd's mee naar huis om dagelijks mee te oefenen. Kijk eens naar dat dingetje in je hand waarvan je niet weet wat het is. Neem de tijd om heel goed te kijken wat je ziet. Misschien kun je ook opmerken wat je gewaar wordt in je vingers. En kijk eens wat er gebeurt als je er een beetje in knijpt, hoe dat voelt. En breng hem eens naar je lippen en kijk eens of er verschil is tussen wat je voelt met je lippen en wat je voelt met je vingers. Ik heb nu wat mindfulness geoefend. En ik vind het een behoorlijke uitdaging om met mijn gedachten te blijven bij concentreren op één ding. En hoe is het je vergaan wat betreft je ervaringen met het doen van de oefening die erop staat? Het was moeilijk om daar echt tijd voor in te ruimen. Om daarnaar te luisteren en me niet te laten afleiden. Mm-hmm. En wat heb je nog meer gemerkt bij het doen van de oefening zelf? Nou, helemaal volgens verwachting heb ik wel geprobeerd om mij te concentreren. En is mijn geest inderdaad alle kanten opgegaan. Allerlei gedachtes over wat ik had meegemaakt, met wie ik heb gepraat, wat ik hoorde op de achtergrond. Dat bleef zich alsmaar aandienen. Je hebt die oefeningen nodig om die ervaring op te doen. Van hoe is het nou om in contact te zijn met mijn gevoel? Maar vervolgens moet je het ook integreren in je leefstijl. Ja. Lang geleden waren er gewoon praattherapieën die mij beter deden voelen op het moment zelf. Je hebt de aandacht van iemand, je kan je verhaal kwijt. Maar het veranderde eigenlijk niks. Dus daarvan heb ik heel wat therapeuten versleten waar het eigenlijk alleen maar ging om te praten op het moment zelf. Waarom werkt dat niet? Op een gegeven moment ben je uitgepraat.
Nee, hoe gaat het nu met je? Nou, het gaat een stuk beter dan een paar maanden geleden. Dus ik ben zeer tevreden. Wat is er gebeurd? Nou, ik gebruik sinds 2 maanden schildkliermedicijnen. En die blijken nou ja, precies te zijn wat ik nodig had. Ik voel me een stuk opgewekter en stabieler. Ik heb meer energie. Dus in plaats van mindfulness is het schildkliermedicijnen geworden. Nou, het was eigenlijk een enorme verrassing dat, dat er een lichamelijke oorzaak was. Daar was ik zelf nooit opgekomen. Omdat ik al, ja, al met al 34 jaar bezig ben om mij beter te voelen. Door middel van individuele therapie, groepstherapie, trainingen, counseling. Ben ik eigenlijk alleen maar gericht geweest op psychische aspecten. En heb nooit gedacht aan lichamelijke oorzaken. Waar zit je nu in de schaal van 1 tot 10? Een 9. Wat is volgens u het belangrijkste dat er moet veranderen in Nederland om dit land minder depressief te maken? Preventie. Ja, en mensen moeten dat zelf gaan doen. Je moet niet uitbesteden aan mensen zoals ik. Maar zoals we ook onze handen wassen. Zoals we ook, nou, mensen die het doen tenminste meer sporten. Zoals er ook een soort besef is gekomen van minder roken. En dat zie je echt terug aan de statistieken. Zo moeten we op het gebied van geestelijke hygiëne, is een ouderwets woord, moeten we ook zelf aan het werk. Mensen equiperen om te gaan met stress in het leven. Mensen leren mediteren, kinderen life skills bijbrengen. Zodat mensen weten van somberte is een inherent onderdeel van het leven. En af en toe mag ik best somber zijn. De oplossing is dat wij weer moeten nadenken en leren van hoe moet het nou wel? Hoe moeten wij nou die tegenslag des levens wel aanpakken? En ik geloof dat het ook weer een beetje te maken heeft met de maatschappij die wij gemaakt hebben. We hebben natuurlijk een maatschappij gecreëerd die niet toestaat dat leed en pijn en tegenslag bestaat. Als er iets is, moet er snel naar een dokter. Die dokter moet het oplossen. Natuurlijk zijn er hele vervelende, verdrietige dingen soms. Maar soms moet je ook, dat hoort ook bij het leven. En het is niet allemaal even glad. Het is soms hoekig. De kerk had het vroeger over de zin van het lijden, hè? Begreep vroeger niks van, wat een narigheid. Ik snap het nu. Lijden heeft degelijk zin. Het zegt je wat. En wij moeten dat oppikken en moeten het niet wegpoetsen. Dus we moeten het niet meer gaan ontwijken, maar we moeten het conflict en het gevaar en de narigheid opzoeken. Het is beter dat mensen het toelaten in plaats van dat ze denken ik moet vrolijk zijn en mezelf overschreeuwen en grapjes maken of het wegwerken. Dus ik denk dat we dat ook moeten leren. Maar als ik zo somber ben, dan krijg ik het liefst een einde aan zou willen maken. Dan moet u als de wiede weer gaan zorgen dat u goede zorg krijgt. Hè? Als u langere tijd sombere gedachten heeft, of u denkt aan hoe zal ik een einde aan maken, dan is het denk ik heel goed dat u daarmee naar uw huisarts gaat en dat u zegt ik wil graag doorverwezen worden aan hulpverlener. Of eens een keer zelf met de huisarts een gesprek hebben. Ja, tot straks. Ja, okay. Kom. Daal. Ja, mag je mee? Ik heb nooit gedacht dat ik ooit depressief zou worden. Het was een hele stabiele, gezellige, warme, leuke man. Als ik iets zou krijgen, dan zou het een hartaanval zijn of iets van die aard. Maar nooit een depressie. Vol ideeën en heel liefdevol, warm. Ik was helemaal niet zwaarmoedig of vaak somber. Helemaal niet eigenlijk. Altijd vol met grapjes met de jongens en heel ondersteunend naar mij. Heel, ja, goede man, ja. Ik ben getrouwd met Jan. Ik heb 2 prachtige zonen. En ik was op een gegeven moment, heb ik een managementfunctie in een IT-bedrijf. In die
internethype tijd van World Online en dat soort zaken is ook het bedrijf waar ik werkte opgekocht door een ander bedrijf. En vanaf toen moest ik ook nog steeds heel hard werken, maar werkte ik eigenlijk niet meer met plezier. En daar is het wel een begin van het fout gaan, zeg maar. En hij belde mij op mijn werk. Nou, dat hij naar de dokter was geweest, dat hij meteen door moest naar cardiologie om een hartfilmpje te laten maken. En dat was wel apart op 11 september 2001. De dag dat die grote wolkenkrabbers in Amerika, World Trade Center, inzakte. Op die dag hoorde ik ook van mijn huisarts dat ik hart- en vaatproblemen had. Bleek een burn-out ook onder te zitten. Dus op die dag van 11 september zakte mijn wereld ook een klein beetje in elkaar. Ik denk van, potverdikke me. Ook onder druk van de WHO die eraan zat te komen en reïntegratietraject wat hij doorliep, is hij toch naar zijn werk gegaan toen hij een klein jaar thuis was. En toen is hij 2 dagen naar zijn werk gegaan en toen kwam hij thuis en toen zag ik aan hem dat het echt helemaal niet goed was. Ik reed van mijn werk vanuit Houten terug naar huis over de A15 en ergens halverwege daar. Het was alsof er aan een touwtje in mijn hoofd werd getrokken. Je hebt wel eens vroeger had je in de douche van die verwarmingen hangen. En dan zat zo'n koordje aan en dan trek je aan en gaat je aan. En trek je aan en gaat je uit. Nou, in mijn hoofd werd er eigenlijk aan een touwtje getrokken. En bam, daar was de depressie. Van het een op het andere moment. Ik kon hem niet goed meer bereiken. Eigenlijk van het ene moment op het andere. En toen zijn we naar de dokter gegaan, toen het zo bleef. Toen ik echt het gevoel had van, het gaat echt helemaal niet goed met jou. Donker, zwaar. Bijna niet meer vooruit kunnen, op een of andere manier. Bijna vastzitten. Angst, zweten. Overal eens, overal zweten. Enorm. Dan was het zo dat ik dan 's morgens naar mijn werk moest en dan was Hans heel onrustig. Die vond het vreselijk als ik 's morgens wegging. Ik kon eigenlijk niet alleen zijn. Heel veel angsten. Troosten heb ik ook veel gedaan. Proberen hem rustig te krijgen. En Dianne moest naar haar werk en de jongens moesten naar school. En die durfde niet naar school. Dan dacht ik, laten ze mij alleen. En dat ze. Soms wist ik het ook niet meer. En dan zei ik ook, ja, neem maar iets van pilletjes. Terwijl ik dat dan verafschuw, dat ik dat moest zeggen. Maar het was wel een crime, want je krijgt dan Seroxat, heet dat. Dan moet je eerst 6 tot 8 weken slikken. En pas dan weten ze of het een beetje gaat werken. Maar dan werkt het helemaal niet. En je zweet en je gaat bibberen en je hoort hele rare geluiden heel hard en licht kan je bijna niet meer hebben. Geen telefoon, geen mensen aan de deur, geen vriendjes van de kinderen. Liever geen televisie, geen harde muziek. En dan zeggen ze op een gegeven moment, oké, na die 6 tot 8 weken, ja, het kan toch zijn dat deze dosis nog niet goed werkt. Dan gaan we nog even een hogere dosis. Maar heb je ook baat gehad van een van die medicijnen? Nee, geen baat hebben voor geen enkel medicijn. Alleen van 1 medicijn sliep ik wel weer een beetje. De positieve effecten die het zou moeten hebben, die bleven allemaal uit. Dus dat was een enorme lange weg van antidepressiva uitproberen, opbouwen, afbouwen. Ook heel angstig ben ik dan. Ik ben de weg kwijt. Ik was ook de weg kwijt. Dus steeds als er een brief binnenkwam, dacht ik, oh, dat is een brief. Die gaat dan weer over de WHO of de UWV of weet ik veel. Of ik moet weer terug of ik moet snel, ik moet haast. Ach, je bent helemaal dol. En daar leven we dan met z'n vieren in. En op een gegeven moment kwamen zowel Hans als ik wel tot de conclusie dat het gewoon niet meer ging in huis. Dat toen was Hans toch al wel, denk ik, 2 jaar depressief. Uiteindelijk ben opgenomen eigenlijk. Dat was gewoon niet te houden. Te leven met zo iemand. Ja, er viel toch wel een last van ons af. Ook van de jongens.
Er was weer lichtheid en we konden weer lachen in huis. En we konden weer lekker naar films kijken met een hoop geknal en geschiet, wat zij dan leuk vonden, en harde muziek draaien en vriendjes in huis. Dus het was een opluchting voor ons. Ik begreep het uiteindelijk ook wel, dat het maar beter was, maar het was wel pijnlijk. Je krijgt ook van hulpverleners dan steeds meer signalen van, nou, mevrouw, gaat u maar met uw eigen leven aan de gang. Want hoe langer iemand depressief is, hoe moeilijker het is om eruit te komen. Dus daardoor wordt je hoop ook steeds kleiner, zeg maar. Wordt het steeds uitzichtlozer. En ik heb ook zelf op een gegeven moment bedacht van, ik moet maar niet meer hopen. Want die hoop doet veel te veel pijn. Dat hopen. Want je bent aan het hopen en elke keer wordt het niks. Dus op een gegeven moment denk ik, ik ga niet meer hopen. Ik was eigenlijk alleen bezig met mezelf. En met, zeg maar, toch volhouden. Die, ja, ik denk sowieso dat liefde natuurlijk wel veel kanten heeft. Maar hij was niet meer de man waar ik ja tegen gezegd had en waar ik verliefd op was geworden toen we elkaar leerden kennen. Hij was zo veranderd dat ik heel erg met jezelf bezig. Heel erg met jezelf bezig. Dus het enige wat je, als je moet overleven, zeg maar, dan heb je niks anders meer om. Je probeert zelf gewoon te overleven. Ik vind het heel moeilijk om van een depressieve man te houden, ja. Ja, want het is zo moeilijk om alleen een relatie in stand te houden. Als het alleen maar van één kant komt, ja. Dat is me ook niet goed gelukt. Dus ja, we waren eigenlijk wel uit elkaar aan het groeien. Ja, zoveelste pil, zoveelste praattherapie. Ja. Ja, eigenlijk is het zo, als ik dood zou zijn, dat zou een opluchting zijn voor mezelf. In vergelijking met zo'n gevoel van depressie. Maar je doet het niet voor je vrouw, voor je kinderen. En ik zag de relatie eigenlijk als losstand door mijn vingers glippen. En ik was niks wat ik kon doen om het tegen te houden. Ja. En op het moment dat ik die elektroshock inging, dacht ik van, nou, daar heb ik in ieder geval alles gedaan. En als ik er dan uit zou stappen daarna, ja, dan had ik voor mezelf een soort rechtvaardiging daarin gevonden. Van, ja, jongens, of Jan, ja. Ja. Halverwege die behandeling, na 16, 17 of 18 keer, werd ik gewoon, voelde ik me wel rustig geworden van binnen. Ik dacht van, ik kan er niks aan doen. Ik moet dit maar ondergaan en kijken waar het me brengt. En toen ging het bij de 32e keer ging het licht aan. Ja, ik zag het. Ik zag het op een gegeven moment gebeuren. Want ik was met Hans, we hadden een soort ouderdag. Dat deden ze dan bij die afdeling psychiatrie waar Hans was. En het was voor mij echt een wonder. Werd het gewoon weer licht in mijn hoofd. En wilde ik weer opstaan. Maar dat opstaan, dat had ik echt die 6 jaar niet gewild. En we liepen door die gang en opeens haakte Hans mij een pootje. En ik was echt helemaal verbaasd. Ik was eigenlijk ook een beetje boos. Ik had zoiets van, nou, wat doe je nou? Maar dat was zo'n grapje wat Hans vroeger heel vaak uithaalde. Dat gevoel hebben van dat je weer met de dag wil beginnen. En als het weer licht is, dan krijg je weer, als je dan weer dingen gaat doen, krijg je weer energie. Dan gaat die accu zich weer opladen, beetje bij beetje. Hans, die was heel blij dat hij weer, die was gewoon weer goed gemutst en die had heel veel zin eigenlijk om weer dingen te doen. Maar ik was helemaal nog niet zo ver. Ik kon er eigenlijk
helemaal niks mee in het begin. En de relatie met Dian? Hoe is die nu? Nou, we hebben het over het algemeen wel heel goed en ook gezellig met elkaar. Maar soms ook even helemaal niet. Waar ik wel een beetje moeite mee heb, is dat hij gewoon veel beter voor zichzelf kan opkomen. En dat hij was voor die tijd eigenlijk vooral heel erg zorgzaam altijd. Maar ik denk dat dat wel goed is voor hem. Maar ik moet er wel aan wennen dat hij dat, doet. Bij haar zit nog meer die zieke Hans in haar hoofd dan voor mij nu. Kon toen hij ziek was eigenlijk niks met hem delen. En ik denk dat dat er eigenlijk allemaal een beetje uitkwam toen hij weer beter werd. Dat ik nog heel veel boosheid ook kwijt moest. Het voordeel van die ECT is, elektroshock, dat je er bijwerkingen van hebt. En dat is geheugenverlies. En ook vooral geheugenverlies uit de voorafgaande periodes. Dus ik weet een aantal dingen ook niet meer. Maar ja, zo erg vind ik dat niet. En dat is ook wat het soms moeilijk maakt. Hij is veel herinneringen vergeten aan vroeger, aan ons leven samen, aan de vakanties waar we het altijd zo ontzettend goed hadden. Ik heb met mijn zoon nog bij de Toren van Pisa gestaan, schijnt. En ja, ik ben op allerlei. Ja, maar dat weet ik niet meer. Eigenlijk begrijp ik het niet. Eigenlijk was ik er ook vaak heel erg verontwaardigd over. Van hoe kan je nou zo in een depressie raken terwijl we het zo goed hebben? We hebben hartstikke leuke kinderen. We hebben een lekker huis. We hebben gewoon een heel goed leven, goede vrienden. Waarom ben je nou zo in de put? Als ik een psychiater vraag van, wat is nou de oorzaak van een depressie? Of waarom ben ik nou beter geworden door de elektroshock? Ja, dan zeg je eigenlijk, wees blij dat je beter bent geworden. Maar waarom, weet ik niet. Er is in dit programma al gezegd dat er geen land ter wereld is waar zoveel wordt uitgegeven aan de geestelijke volksgezondheid. Ja. Waarom dan toch zoveel depressieve mensen? Ja. Dat is wel een vind ik ook een mooie vraag. Je zou dan hopen dat dan die het voorkomen ervan omlaag zou gaan. En wat je moet zeggen is, je voorkomt het ontstaan niet. We zijn aan het dweilen met de kraan open, zou je kunnen zeggen. We zijn de mensen aan het behandelen als ze het hebben. Absoluut. We doen veel aan symptoombestrijding, doen erg weinig aan preventie bij depressies. Absoluut. Als je vergelijkt over een jaar of 40 de statistieken op het gebied van hart- en vaatziekten, dat is indrukwekkend. Dan zie je curves die zo omlaag lopen. Overal op de wereld, ook in Nederland. Dus het is indrukwekkend dat je ziet dat zoiets wat nog steeds eigenlijk volksziekte nummer 1 is, maar 40 jaar geleden was het dat zeker. En dat is heel vergelijkbaar, want ook hart- en vaatziekten zijn een mix tussen genetisch kwetsbaarheid aan de ene kant en allerlei omgevingsfactoren, zoals leefgewoonte aan de andere kant. Is bij depressie net zo. Denkt u dat het mogelijk moet zijn om in de komende decennia met depressie ook die curve naar beneden om te dragen? Dat is natuurlijk een soort missie die je hebt als je met dit onderwerp bezig bent. Ik denk dat het wel zo is. Als het bij de hart- en vaatziekten kan, dan moet het bij depressie ook kunnen. Heeft u naar aanleiding van deze uitzending behoefte om met iemand te praten, dan kunt u nu bellen met Correlatie 0900 1450. Correlatie is ook bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren.